Hey, hey en welkom bij het 18e weetje van de week. De voorbije week was er lichte paniek bij mijn leerlingen, want ze hadden gehoord dat de definitie van de seconde zou aangepast worden en ze waren bang dat er met onze tijd zou gevoeterd worden. En ze hadden eigenlijk gelijk, want wetenschappers zijn inderdaad bezig met het herdefiniëren van 1 seconde, maar natuurlijk verandert de duur van 1 seconde niet. Dus geen paniek, jongens. Misschien eens beginnen bij het begin en dan kijken we eerst naar de zeven belangrijkste internationale standaardeenheden. Dit zijn zeven eenheden die we gebruiken om dingen te gaan meten. Dat zijn dan de seconde voor de tijd, de meter voor de lengte, de kilogram voor de massa, ampère voor elektrische stroom, Kelvin voor temperatuur, candela voor de lichtintensiteit en tenslotte de mol voor de hoeveelheid van een stof. Vanuit die basis eenheden kunnen we dan heel veel andere eenheden gaan afleiden. Denk bijvoorbeeld maar aan snelheid in kilometer per uur of meter per seconde, kracht in Newton en spanning in volt. Oké, okay, terug naar onze basis eenheid voor tijd, de seconde. Die zouden we heel gemakkelijk kunnen definiëren als 1 zestigste van een minuut. En die minuut die kunnen we dan weer definiëren als 1 zestigste van een uur. En 24 uur samen is dan een dag. En. Eén dag of 24 uur, dat is de tijd die de Aarde nodig heeft om één volledige keer rond zijn eigen as te draaien. Maar daar wringt het schoentje, want de, dat duurt niet altijd even lang. Dus kunnen we dat niet gebruiken als referentie en moesten we op zoek gaan naar een nieuwe definitie. In de jaren 50 van de vorige eeuw ging men experimenteren met atoomklokken. Atoomklokken bevatten een radioactief element waarvan men de frequentie kent. En de frequentie. Dat is het aantal trillingen per seconde. Als men dus een chemisch element vindt waarvan men weet hoeveel keer het per seconde gaat trillen, ja, dan kan men dat als referentie nemen. In 1955 gebruikte men hiervoor het cesiumatoom. Men wist dat cesium 9.192.631.770 keer trilt per seconde. En dat was direct ook de definitie van 1 seconde. Maar tegenwoordig is die definitie niet meer nauwkeurig genoeg, omdat wetenschappers nu met enorme kleine waarden meten. Dus moet men op zoek naar een klok die zeker duizend keer nauwkeuriger is. En dan zitten we bij de optische atoomklok. Uh, duizend keer kleiner dan 9 miljardste is nano. En nano, dat is de, het uh, zichtbare lichtspectrum. Vandaar de term optische atoomklok. Er wordt nu volop geëxperimenteerd met nieuwe klokken, maar dat lijkt niet zo makkelijk, want bijvoorbeeld de positie van de klok kan al een verschillend resultaat geven. Een klok die 10 cm hoger staat ten opzichte van het aardoppervlak, heeft iets minder last van de zwaartekracht en dat is voldoende om andere resultaten te geven. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel, willen ze tegen 2030 de nieuwe definitie klaar hebben. Benieuwd wat het resultaat gaat worden. Mijn tijd zit er jammer genoeg weer op, dus ik zie jullie volgende week terug. Tot dan!